Zo, hallo allemaal. Nou, vandaag hebben we een boek die net uitgekomen is, geschreven door Paul Vermaren. Hij heeft hem echt heel erg goed aangepakt. Hij heeft een 300 pagina's beschreven van ja, hoe zo'n met de hunter werkt. Als we nu gaan even kijken naar dus ontwikkelingsgeschiedenis, vergelijking van verschillende modellen, oké, leveringsoms gaan toelaat. Oké, dit zijn de standaard onderdelen, nog enkele gegevens voor gebruik, octrooien, nog meer over octrooien, werking van de generator, wisselwerking van magnetische inductie en hersenen, toepassingsgebied, capaciteit, benadering van het onderzoek, dan ook de meest waardevolle vraag, of ja, waardevolle, het is meer zo van mensen die het willen evidence-based machines. Dus dat wordt het ook uitgelegd. Ontwikkelingsvoorafgaand op gebied van celbiologie. Gebruik van niet-lineaire analysesystemen, klassieke nieuwe natuurkunde en nieuwe natuurkunde. Natuurlijk, hier heeft hij het over Newton en ook meer later kwantumtheorieën. Dan ook de informatieoverdracht in biologische weefsels uit standpunt nieuwe natuurkunde. Drijfvelden, naar Albert Einstein, zijn Leidse tijd, dan klank en kleuren. Dus het heeft hem echt compleet, zeg maar, dus niet alleen maar hoe werkt zo'n apparaat, maar het heeft het ook hele geschiedenis en uitleg. Ja, uitleg waar het allemaal vandaan komt. Dus dan hebben we een gebruik nemen van Metatron. Dus hier wordt het wel uitgelegd hoe je het kan gebruiken. Dus dat is dus, zeg maar, hoe maak je een nieuwe kaart, hoe maak je een scan, waar moet je opletten enzovoort. Dan hebben we ook groepen van schermen en modellen waarmee we tijdens onderzoek te maken hebben. Dan een handige tooltje om met de hand er te automatiseren. Dus dat je niet meer hoeft de hele tijd te klikken op met de therapie. Dan ook acupunctuurmode, irisdiagnostiek, start de onderzoek uit catalogusscherm. Dus hier wordt het, zeg maar, uitgelegd hoe zo'n apparaat werkt. daarna hebben we ook praktijkvoorbeelden en uit de literatuur. Dus tennisarm, acute inflammation, lever. Abscess process, larynx adenoma, hypofysis, adenocarcinoom, chronische interstitiële pneumonie. Dus hier wordt het dat ook, zeg maar, als praktijkvoorbeelden gegeven. Dan therapeutische behandelingen, zoals metabehandeling, lithobehandeling, fytobehandeling, no-sodus behandeling, vegetotest, interne, externe, reprinter. Dan hebben we ook
DNA-box die we ja, volgens Royal Raymond Rijf gebruiken. Dan entropie-analyse, multidimensionale NLS-analyse, literatuur en verder wetenwaardige publicaties. En natuurlijk over auteur Paul van Maaren, die mooie, prachtige, ik zou zeggen, Bijbel heeft gemaakt voor Matt de Hunter. Ik zal even snel doornemen. Oké, hier hebben we een voorwoord. Maar hij heeft het best veel over hoe dat, zeg maar, ontwikkelingsgeschiedenis van apparatuur. Hier hebben we Nesterovs. Dus de hele, zeg maar, apparaat komt uit Rusland. Dus daar is het ontdekt. Dan hier hebben we over... welke, ja, wie het allemaal gebruikt, al, hier ook, dan hoe dat eruit ziet, wat je allemaal krijgt, allemaal octrooien en hoe werking zit, hoe dat werkt, en ook natuurlijk over hoe de Clark en ook andere heel bekende professors of dokters die dat hebben hieraan gewerkt. Dan hebben we over soorten golven. dus hier is het helemaal theorie achter, zeg maar, werking van zo'n apparaat aangepakt. Dan, dus hier is nog steeds, nog steeds, nog steeds. Dus hier wordt het helemaal uitgepluist hoe dat allemaal werkt. En natuurlijk hier begint het. Hoe werkt het? Hoe moet je starten? Wat moet je allemaal doen? Om, ja, om met de hand te gaan werken. Dus hier hebben we ook over dat toeltje. Dan hoef je niet de hele tijd te klikken op... start op met de therapie. Dan hebben we hier ook alle zo van als, ja, zeg maar, hier is het uitgelegd hoe in het kort hoe met de Tron Hunter werkt, of met de Hunter, Quantum Hunter. Alright, nou, heb je interesse? Dan hoor ik het graag. Laat je in de commentaar even ja, laat je commentaar achter. En dan neem ik contact met je op. Of je neemt het contact met mij op via e-mail of via WhatsApp-nummer die ik achterlaat. Fijne avond en tot binnenkort.